Universiteit van Nederland. Wereldwijd zijn ongeveer 43 miljoen mensen blind. Als jij daar niet één van bent, is dat ontzettend moeilijk voor te stellen. Hoe het is om de wereld om je heen niet te kunnen zien. De meeste mensen die blind zijn, worden niet blind geboren. Maar die worden tijdens hun leven blind. En dat kan zijn bijvoorbeeld door een ongeluk, maar veel vaker nog door een ziekte. Van de een op de andere dag niks meer zien. En het aantal blinde mensen groeit steeds sneller. In de afgelopen 30 jaar is het met ongeveer 50% toegenomen. En voor de komende 30 jaar wordt wederom ongeveer 50% toename verwacht. Dus dat is behoorlijk. De vergrijzing heeft ermee te maken. Er zijn heel veel oorzaken van blindheid die met de leeftijd te maken hebben. Ook onze moderne leefstijl heeft invloed. Het beeldschermgebruik is ook heel belangrijk. En dat is zeker een oorzaak van blindheid. Maar het is nog maar de vraag hoe zich dat gaat uiten. Want dat is pas iets van de afgelopen decennia. Maar het zal er niet beter van worden, denk ik. Wetenschappers zijn al jaren bezig met een oplossing om het zicht te herstellen. Niet alleen dokters en medici, maar ook Tom van Nuenen, een elektrotechnicus. Je hoorde hem al. Wij kunnen blinde mensen zwart-witpatronen laten zien. Een beetje vergelijkbaar met een matrixbord boven de snelweg. Dan zou je kunnen zeggen, is dat nou zicht? Maar in vergelijking met helemaal niks kunnen zien is dat natuurlijk fantastisch. Hoe werkt dat? Wij zijn de Universiteit van Nederland en zijn vandaag op de TU Eindhoven met de vraag, hoe kun je blinde mensen weer laten zien? Het is best een technisch verhaal. Om dat te snappen begint Tom met de basics. Hoe werkt dat zien eigenlijk? Het licht komt binnen in de ogen en daar valt het op het netvlies. En in het netvlies zitten een heleboel lichtgevoelige cellen die dat licht omzetten in een elektrisch signaal. En dat elektrisch signaal dat reist van de ogen door de oogzenuw naar de visuele schors hier aan de achterkant van je hersenen. En daar wordt het in een aantal stappen omgezet in een beeld dat wij echt als zicht ervaren. Dus je ziet inderdaad met je achterhoofd als je het zo bekijkt. Nou, wat gebeurt er nou als mensen blind zijn? Heel vaak zit het probleem dan in het oog. Het kan zo zijn dat het licht het oog niet meer in kan, omdat bijvoorbeeld de lens troebel is geworden. Wat ook kan gebeuren is dat de lichtgevoelige cellen beschadigd zijn, waardoor ze geen signaal meer kunnen maken, geen elektrisch signaal meer kunnen maken. Of dat het netvlies is losgelaten van de rest van het oog, waardoor het licht niet meer fatsoenlijk op het netvlies kan vallen. Nou, eigenlijk in al deze gevallen werkt de optische zenuw nog prima, werkt de visuele schors nog prima. Alleen, daar komt geen signaal meer aan, want er wordt geen signaal gegenereerd door de ogen. Die visuele schors is maar aan het wachten en wachten op dat belangrijke elektrische signaal. Ja, kom maar niks. En hier komt Tom om de hoek kijken. Met elektrotechniek proberen wij met stroom en spanning signalen te versturen van A naar B. Je kunt aan heel veel situaties denken. Je kunt denken aan wifi, aan 5G, glasvezelcommunicatie, maar ook aan elektrische auto's of telefoons, televisies. Maar ook medische toepassingen zoals deze. Ja. Stroom gebruiken om dat missende elektrische signaal vanuit het oog te vervangen. En dat via een omweg rechtstreeks naar de visuele schors te sturen. Wij vervangen het oog door een cameraatje, bijvoorbeeld verwerkt in je bril. Het signaal van die camera gaat naar een computer, daar wordt het verwerkt. En vanaf die computer gaat het signaal uiteindelijk terug naar een aantal elektrodes. Die elektrodes die zitten achter in de visuele schors. En vanaf daar begint eigenlijk hetzelfde proces als wat met een normaal signaal van het oog zou gebeuren. Maar dat is nu een signaal wat van ons implantaat afkomt. Dat implantaat zit vol met elektrodes. En die worden in je brein geplaatst. Als je niet goed tegen bloed kan, kun je nu beter even je oren dicht houden. Je wordt gescalpeerd voor een deel, zoals het heel gruwelijk heet. Dan gaat je schedel er voor een stukje uit. Dan gaan ze die dingen echt in de hersenschors prikken. En dan moet alles weer dichtgemaakt worden. Dus dat is een behoorlijk proces. Ja. Vervolgens worden die elektrodes in jouw brein aangestuurd door het cameraatje. Dus eigenlijk houden wij de hersenen een beetje voor de gek. We geven een signaal af wat helemaal niet van de ogen komt. Maar de hersenen denken, het zit in de visuele schors, dus het komt van de ogen af. Dit klinkt super ingenieus en futuristisch. Mens en machine die samensmelten. Toch gaat het idee om stroom te gebruiken tegen blindheid al lange tijd terug. In de 18e eeuw had de Amerikaanse Benjamin Franklin al het vermoeden dat er een verband bestond tussen elektriciteit en zicht. Benjamin Franklin was onder andere de uitvinder van de bliksemafleider. Hij was helemaal gefascineerd door bliksem. Hij zag bijvoorbeeld dat er een duif die was door de bliksem geraakt. En vervolgens, die duif leefde nog gewoon. Alleen als daar voer naar gegooid werd, hij reageerde daar niet op. En vervolgens was er een andere vogel en die was ook geraakt door de bliksem. En die liep vol tegen de muur aan. Ja, hoe kan dat dan? Dus dan zit daar toch wel een verband ergens.
Twee nietsvermoedende vogels, bij toeval door de bliksem getroffen. Zij deden het eerste lampje branden voor het onderzoeksveld naar elektrotechniek en blindheid. En toen een paar jaar later was er een Franse wetenschapper, Leroy. En gefascineerd door dat verhaal heeft hij bij een blinde man heeft hij een elektrode om zijn hoofd heen gedaan, net boven de ogen, en een elektrode om het been. Daar heeft hij een puls opgezet, zodat de stroom eigenlijk van de ene naar de andere elektrode liep door de ogen heen. En die blinde man die ervaarde warempel een lichtflits in zijn ogen, terwijl hij al jaren niet gezien had. Een witte lichtflits. Voor jou en mij misschien niet zo veelzeggend, maar voor wetenschappers genoeg om hoopvol te zijn. Met het idee om stroom in te zetten werd flink geëxperimenteerd. En dat ging ook wel eens mis. Mensen werden volledig verbouwd met kabels en stekkers uit hun hoofd. Ja, stekkers inderdaad. Behoorlijk dikke ook. Die kwamen boven de oren zo uit hun hoofd. En dan heb je twee dikke kabels naar het kastje wat je dan om je middel hebt hangen. Ja, dat klinkt niet goed. Maar we drukken even op fast forward naar het onderzoek van Tom. 2023. Nieuwe technieken, draadloze energie en kleinere, preciezere elektrodes. Steeds dichterbij een oplossing. Hij laat ons zien wat hij aan het bouwen is. Nou, ik heb hier zo'n elektrode, of eigenlijk 1024 hele kleine elektrodes. Elke elektrode is kleiner dan een speldenpunt. En dat speldje, dat prik je als het ware echt in de hersenen. Elke elektrode staat voor één pixel op jouw gezichtsveld, die je aan of uit kan zetten, zwart of wit. Dat betekent niet een grote witte flits zoals in de 18e eeuw, maar allemaal afzonderlijke kleine witte stipjes. Je kunt het je voorstellen dat elektrode 1 komt overeen met een puntje ergens in jouw gezichtsveld. Elektrode 2 komt overeen met een puntje net weer ergens anders in jouw gezichtsveld. En zo hebben al die 1024 elektrodes, die komen overeen met een locatie in jouw gezichtsveld. Dus als je hem aan zou zetten, komt daar een wit puntje terecht. Als je hem uit zou zetten, dan zie je niks. Je ziet de wereld in zwart-witte puntjes. Nou ja, dat is niet helemaal wat ik me voorstel. Het is natuurlijk niet het zicht wat jij en ik op dit moment hebben. Dat is er totaal niet mee te vergelijken ook. Je kunt meer denken aan contouren bijvoorbeeld die je ziet. De contour van een deuropening, de rand van een trottoir, dus zodat je er niet afvalt. Een obstakel op de weg, zodat je daar niet tegenaan loopt. Het gaat om dagelijks functioneren inderdaad. Om zo zelfstandig mogelijk te kunnen zijn. Misschien zelfs zonder blinde geleidestok of zonder blinde geleidehond. Dat je toch gewoon helemaal zelfstandig bepaalde taken kunt uitvoeren. Die vrijheid echt hebt. Om daar nog een betere voorstelling van te maken, neemt Tom ons mee voor een wandelingetje buiten. Daar is natuurlijk waar de mensen het uiteindelijk ook moeten gebruiken. Op straat, niet in het lab. Nou, het systeem werkt dus met een camera. Die kan in een pet zitten of in een muts. Maar in dit geval zit die in een bril. Ziet, hij valt bijna niet op. Zet ik hem even op. De camera die filmt alles wat hij ziet. Dus ik zie hier een weg met klinkertjes. Ik zie hier een heg aan de zijkant naast de weg. Ik zie een putdeksel. Ik zie paaltjes op de weg staan. Die filmt hij allemaal. En het beeld hiervan, dat wordt naar een computertje gestuurd. En dat kan zijn je telefoon bijvoorbeeld. Zoiets kun je aan denken. Dat zakcomputertje gaat vervolgens druk programmeren. En de eerste stap die hij uitvoert is, hij gaat lijnen detecteren. Dus hij ziet bijvoorbeeld de zijkant van de weg, ziet hij als een lijn. Hij ziet elk klinkertje, ziet hij vier lijnen omheen zitten. Hij ziet het paaltje daar, dat worden, de contouren daarvan worden een lijn. Elk blaadje in de heg wordt uiteindelijk inderdaad ook een lijn. En dan weer de volgende stap is kijken wat is nou relevant om te zien voor mij. Voor mij in dit geval is het niet relevant om te zien hoe precies de weg eruit ziet. Wel dat hier een paaltje staat waar ik tegenaan kan lopen. Dus deze moet je laten zien en dan kan ik er mooi omheen lopen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de rand van de weg. Niet dat ik dadelijk in één keer van het trottoir afval of zoiets. En dat is nou natuurlijk in deze context, we zijn nu aan het wandelen op de straat, is dat heel relevant. Maar stel dat ik aan de tafel zit tegenover jou een gesprek te hebben. Dan is het bijvoorbeeld helemaal niet relevant dat er een schilderij aan de muur hangt of weet ik veel wat. Dan is het vooral belangrijk dat ik weet waar jij zit bijvoorbeeld. Of waar mijn glas drinken staat. Dat soort dingen. Dus het is echt contextafhankelijk wat die camera laat zien. Vervolgens wordt die relevante informatie omgezet in zwart-wit puntjes. Die informatie wordt naar jouw implantaat gestuurd, zodat de juiste combinatie van elektrodes aangezet kan worden. Als je dan bijvoorbeeld mijn contour wilt laten zien, dan weten we dat zijn de elektrodes die overeenkomen met die locaties in het gezichtsveld. Dus die moeten we aanzetten om mijn contour zichtbaar te maken. En dan zie je mij in witte puntjes. We komen steeds iets dichterbij dat moment dat blinde mensen dit daadwerkelijk kunnen gebruiken. We zijn al aan het testen. Ja, we hebben op dit moment een aantal aapjes die het systeem hebben gehad. Dit was ook wereldwijd een van de eerste keren dat dit fatsoenlijk gebeurd is. Ja. Daar zijn we ook wel heel trots op, want ze
Uiteindelijk konden de apen zelfs letters herkennen. Dus ze konden een alfabet herkennen en ze konden richtingen aangeven. Dus zeker een succesverhaal, ja. En ook bij mensen zijn de eerste stappen gezet. Nou, in Spanje is dus zelfs al een mens geïmplanteerd. Een vrouw uit Alicante, die heeft al elektrodes in haar hoofd. En die was er heel blij mee. Ja, ze kon ook allemaal vormen in één keer zien die ze jaren niet gezien had. Ze was alleen wel een beetje verdrietig dat het er na een paar maanden weer uit moet. Want ja, het is wel wetenschap. Het is nog niet zo ver dat we dit echt voor jarenlang kunnen implanteren. Dus het moest er weer uit. Maar ze heeft ons wel heel erg geholpen, ja. En goed nieuws. Het systeem waar Tom nu aan werkt is al stukken verder dan bij de vrouw waar we het net over hadden. Zij heeft ongeveer 150 elektrodes, dus 150 witte puntjes waarmee je een beeld kunt maken. Maar ons systeem is dan alweer een stuk geavanceerder, 1024 elektrodes. En waarschijnlijk in de toekomst gaan wij nog verder. Misschien 10.000, misschien 50.000. Dus dan kun je echt nog veel gedetailleerder beeld maken. Dus dan is het voor de gebruiker ook veel nuttiger om het systeem te hebben. Voor onze luisteraars die blind of slechtziend zijn, of iemand kennen die blind of slechtziend is, wanneer is deze oplossing beschikbaar voor iedereen? Ik hoop vooral dat er binnen afzienbare tijd, of dat nou 10 jaar is of 15 jaar, dat er mensen rondlopen met echt dit systeem in hun hoofd. Dat zij zelfstandig over straat kunnen bewegen, dat ze zelfstandig door hun huis kunnen manoeuvreren zonder ergens tegenaan te lopen. Dat het ook allemaal veilig is, dat is misschien nog wel het belangrijkste. En dat er in de tussentijd ook alweer onderzoeken zijn om het systeem nog beter te maken. Dat zou ik wel echt heel blij zijn als dat gebeurt, ja. Dankjewel, Tom. Knap werk. En wist jij al dat deze aflevering een video en een podcast in één is? Dus heb je niet zoveel aan de beelden? Deze aflevering is ook prima alleen te beluisteren. Je vindt de aflevering op Spotify en andere podcast-apps. Tot de volgende! Hey, wij zijn de Universiteit van Nederland. Dit is serious business. We bestaan 10 jaar en gaan dat vieren. Super fijn. Wil je live colleges volgen, vol met experimenten? Ja. We komen naar meer dan 20 theaters in het hele land. Ook bij jou in de buurt. Wat kunnen we eraan doen? Tickets zijn te vinden op universiteitvannederland.nl/theater. Mensen deden er alles aan om zo'n kaartje te bemachtigen. Tot dan. Gezellig.